Hallo, ik ga vandaag laten zien wat ik allemaal doe op de manege. Ik rij op Tallinn, ik rij op Verona, ik rij af en toe op Henja. Oh, Tallinn laat haar hoofd ook zien. Tallinn! Lino! Lino! Kijk, ja. Daar is ze. De achterste, de bruine. Ja. Dit is Henja. Ja. En Verona, die weten jullie inmiddels wel. Dat is mijn baas. Ja. Nou, test de eerste keer op Verona. Ja, maar de eerste keer hier in Maassluis. Ja, en dat ze je eigen paardje is. Gaat hartstikke goed, hè? Super. We zijn buiten, we zijn nu nog even aan de lijn. Tess moet eerst nog een beetje beter leren Verona kennen en Verona Tessa. En Tessa moet nog even leren de benen te strekken en haar armpjes goed te houden en zo. Maar Verona schijnt het wel leuk te vinden ofzo. Toch wat lekker rustig rond. Helemaal leuk. Ja, doe maar. Ja, Tessa kan helemaal zelf het halster omdoen. Verona buigt gewoon even de hoofd. Dat gaat het. Makkelijk, hè? Tel is klaar. Zo. Verona die hobbelt weer rustig met Tessa rond. Tessa mag haar handjes vandaag de hele dag rechtop houden, hè Tess? Ja. En dat vindt ze moeilijk. Het rechterhandje, dat gaat prima. Maar het linkerhandje wil de hele tijd in de pianostand. Lastig. Vind je het leuk? Ja. Goed zo. Mooi weer ook vandaag. Weer buiten. Lekker hoor. Zo, Tess is er weer. Vandaag is handjes, voetjes. Dus handjes rechtop en voetjes niet zo ver in de beugels. Precies. En vandaag lopen we een keertje in de binnen paddock bak. Vrouw vond het eerst heel spannend, maar nu... heel spannend is ook overdreven, maar ze was iets kijkeriger. En zoals je aan haar tong kan zien, vindt ze het nog steeds wel een beetje spannend. Maar ze doet het weer keurig. Tess zit op Henja. Gaat goed? Ja. Oké. Okay. Dus nu zijn ze samen in de bak. Ta-ta-ta-ta-ta. Een beetje sturen. Zo. Kom maar. Oh, opletten. Goed zo. Ja, Tess had je. Stoer hoor. Super meisje. Zo, Tess heeft uitgestapt en nu lopen ze naar stal toe. Ja, Verona is moe, gaat het goed. Het gaat altijd wel goed, maar dan gaat het wel makkelijk. Zo, ons Tessetje gaat even zorgen dat Verona... Oh, ze ziet het spul. Oeh, gaat eventjes het hoofd eraf doen en dan gaan we kijken of ze het wil drinken. Zo, Tess weer is lekker aan het draven, Veroontje. Ja, gaat goed? Vandaag in het donker gekleed, dat zijn we niet gewend van haar. We hebben alleen roze sokjes, zelfs geen roze dekje. Het is een beetje donkertjes voor Tessje. Ja. Ja. Tessa, ik heb heel veel de vraag gekregen of we een video konden maken dat jij op Verona rijdt. Prima. Ja, zullen we het gaan doen? Verona heeft al zin in. Nou, helemaal goed. Gaan we dat doen. Hey, kom maar. Zo, Tess groet even. Gaat ze. Tess draait rondjes, noemt de pirouetjes. Dit keer zonder logeerlijn. We gaan vooruit. Dan ben je Tessa kwijt. En daar is ze dan weer. Die verdwijnt gewoon. Met pony en al. Zo, net gesprongen. En Vroon is moe, dus na kan Tess erop. En die is lekker even nog aan het uitdagen en stappen. Het gaat steeds beter van de longe vandaag. Dat gaat eigenlijk ook wel heel goed.
Omdat ze maar moe is natuurlijk. Hoeveel ze meer hebben. Vind ik prima. Vind je het leuk, Tess? Ja. Goed zo. Zo, we zijn nu cupcakes aan het maken. Dus ik doe nu de kindertjes een beetje vermaken. Tess gaat er heel boos van kijken. Ik weet niet waarom. Waarom kijken ze boos naar me? Omdat ik nu al weer aan het filmen ben. Ja, maar daar ben ik van. YouTube, baby. Ja? Ik ga nu figuurtjes schijnen met Vroon, ja. Ben je het mee eens, Vroon? Vroon wel. Nou, laat maar zien dan. Nee, aandrukken. Daar moet je echt mee stoppen. Gewoon drukken. Beentjes aansluiten. Nou, laat maar eens even zien. En dan sturen doe je met je? Benen. Goed zo. Het is wel lastig zo filmen. Goed met je beentjes, mocht niet met je teugels. Probeer het maar. Ja, teugels maar wat langer, dat mag wel. Probeer het maar met je benen. Oké, ja. Vertel het maar. Ik heb deze paardenpraattv geleerd. Van? Paardenpraattv. Ah, niet eens van de moeder, nee, van paardenpraattv. Ja. Nou, Tess ziet er fantastisch uit. Zo, Tessa, wat ga je doen? Lekker hè? Nou, ze is al losgereden, je mag uitrijden. Nou, veel plezier. En ons Tessaatje nog even in het raf. Ga lekker los. Trouwens wel moe natuurlijk. Ze heeft net flink moeten werken. Ze weet dat ook mijn voorhoud. Nog even. Stappen. Zo Tess. Oh, sorry. Wat heb jij? Jumping met spijsloven. En je pepper. En je hebt hart voor paarden. En wie hebben we hier? Corona. En ook nog een zeester. Hoe vind je het? Mooi. Handjes even. Ja. En daar is ze weer. Gaat het goed Tess? Ja. Je ziet er goed uit, wijfie. Kom maar Tess. Even kijken of dat kan. Even kijken, jij hebt dus een originele manier om van je pony af te komen. Ja. Laat maar zien. Deze. Dat is de glijbaan. Dan hebben we nog. Dat is ook. De molenwiek. Ja. En dat is ook nog klein toch? Ja, ik zou niet voorover doen. Ik zou wel eerst achter het zadel gaan zitten. Ze bedoelt dat je niet je hoofd eerst naar voren moet doen. Ja? Nee. En nou schuiven. Ja? Ja. En nou je benen naar voren. Ja, benen naar voren. Je zit al. Ja. En schuiven. En glijden. Hey, voor alle duidelijkheid, dit moet je niet bij elke pony doen. Waar ben je Tess? Aan het wandelen met Alice. Tess als leven ook. Ja. Zo. Wat doe je hier dan normaal gesproken? Loop ik hier met honden. Welke honden? Alice en Lexi. Wie is Lexi? Dat is de hond van Meneesje Middel. Ah. Dus je bent hier best vaak? Ja. Oké. Corona! Hallo? Corona! Ja, nou hoort ze je. Hallo, staan in de wei. Nia die heeft een bouwpakket aan.
een eczeemdeken. Zo, Talientje is gewoon naar Tess toegekomen. En Henk wilde ook wel mee. Uiteraard met een paar snoepjes natuurlijk, hè. Kom Henk, we gaan. Ja, zoals Verona, daar loopt ze gewoon mee. Uiteraard heb ik ook het lijntje vast. Even naar stal. Vandaag is Tess het pennymeisje. Poetspulletjes. Pennyhalster. Hoofdstelletje met roze. Het is toch allemaal erg schattig ook, hè. Nu gaat ze poetsen. Dus Talien die moet weer de box uit en weer luisteren. Gaat het goed, Lientje? Yeah. Tess vindt de paniekhaak nog lastig, dus ik moet even helpen. Lukt het? Oh, ze hebben hem. Nou, dan moet de box even goed open. We moeten die wel goed vastmaken, hè, Mok? Zo. Is dat een mooie plek? Ja, mag hoor. Netjes vastzetten. Zoals het hoort. Nou, dan gaat Tess even poetsen. Heel belangrijk, poetsen. Tess is op Talien aan het rijden. Maaike is er les aan het geven. Nou ja, les. Maaike helpt. Sta ik in de weg? Ah, nee. Ah, dat wil ik net. Nou, dit moest ik filmen van Tess. In galop. Ja. Hallo. Dag liefie. Hoi. Je bent zo klein, lief. Je bent zo schat. En daar gaan we allemaal heel raar van praten. Zachtjes, zachtjes, zachtjes. Ik wil lente hebben. Hallo, schat. Ik wil lente hebben. Ja, natuurlijk. Die is ook al uber schattig. Ik hoef leven niet. Ik hoef lente. Hallo schat, was je daar? Ze komt even show. Hallo, was je daar? Ga maar. Oh, je bent zo lief. Normaal rent Lente altijd heel hard weg, hè Lente? Ja, precies. Zo. Pieuw, daar gaat ze. It's such a happy day, I'm singing a song. In such a happy way, come on, sing along. It's undeniable how a smile can change your view. So put a great big smile on you. Bedankt voor het kijken. Volgens mij wil je ook wat zeggen. Je had ook wat zeggen. Nou, doe maar afsluiten. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het lastigvallen. Bedankt voor het kijken en abonneren op ons kanaal en geef wel een duimpje omhoog. Heel veel bij elkaar. En Ik moet nog even doei zeggen. Dus doei!